Kom op jongens, maak me gek. Er wordt geklikt. Het is ziek. Oh, oh, wat is dit? De reps, de reps. Wil jij net zoals ik ook FIFA 21 en wil jij korting op de officiële FIFA punten of andere giftcards? Ga dan nu snel naar de link in de omschrijving en koop je codes bij Start Select. En maak het nog mooier door mijn naam Pasky als kortingscode in te vullen voor een paar procent extra korting op jouw aankoop. Dames en heren, jongens en meisjes, ja het is echt ongelooflijk, maar ja, we gaan het echt doen in deze video. Ik heb me laten overhalen, we zijn 1,1 miljoen kwijt. En kijk eens even nu linksbovenin hoeveel munten ik nog heb. Jullie kunnen het zien, ik ben zo blut, ja, zo blut als wat. Ja, ik ben zo blut als maar kan, laat ik het daar maar ophouden. Voordat ik weer iemand beledig, waardoor ik heel veel gezeik krijg. Maar, ja, we gaan het dus doen jongens, er zijn echt ziek veel goede dingen voorbij gekomen. Ik heb echt de lijpste packies voorbij zien komen. De lijpste spelers. Echt, ja, je kan zoveel zieke spelers packen. Even kijken, waar is die? We moeten hem even erbij pakken. Sorry trouwens voor de mensen die zich echt continu storen aan mijn PlayStation. Ik word er echt knettergek van. En dan overdrijf ik niet, maar ik word er echt knettergek van. Dat ding stijgt met de minuut op. Het is echt verschrikkelijk. Trouwens nog even credits naar Elko Munten. Elko heeft deze SPC helemaal voltooid voor mij. Ja, die laatste heb ik een beetje gedaan. Oké, okay, maakt niet uit. Elko, alle credits naar jou, jongen. Echt heel erg vet dat je dit weer voor mij hebt mogen doen. Of nou, ik zeg het verkeerd. Bedankt dat jij het voor mij hebt gedaan, hè. Ik zeg het nu net alsof het een eer is, alsof jij het voor mij mocht doen. Maar nee, zo werkt het niet. Oké, okay, jongens, daar staat hij, het pakket. Ik laat hem heel even nog rusten, de controle. Even rustig, want ik laat heel even een paar packjes zien van dingen die ik heb voorbij zien komen. Even kijken, want Koen Weiland, die stuurde gisteren allemaal dingen door. De eerste die hij doorstuurde was deze. Eto'o, Seedorf, Eto'o. Zou ik al best wel tevreden mee zijn. Dat zou fucking vet zijn natuurlijk, als je tweede zelfde spelers sowieso in één packje krijgt. Dan stuurde hij deze. Laudrup, Ronaldo en weer Eto'o. Het is gewoon sowieso ziek dat je die Eto'o weer krijgt. En dan, ja, natuurlijk, die R9, dat is te ziek. Maar gewoon ook Eto'o weer. Dat is gewoon wel vet dat je een keuze hebt. Dat zou helemaal vet zijn als je straks gewoon een keuze hebt uit twee toppers. Niet dat het overduidelijk is één, maar dat je gewoon mag kiezen. En toen stuurde hij deze door. Deze was dus op Twitter een beetje onduidelijk. Maar die gast is dus gewoon Gullit, Cruyff, Mid en Prime Cruyff. What the fuck? Voor wie zou je dan gaan? Ik denk voor Prime Cruyff. Ik zou sowieso. Ja, of Gullit. Gullit is wel echt zo'n speler die... Daar word je wel echt bang van. Prime Cruyff natuurlijk ook. Maar ja, als iemand Gullit is het team heeft, denk je wel... Maar goed, dat waren die packies. Oké. Okay. Nou, we kunnen het er lang of kort over hebben. We gaan hem gewoon openen. En we gaan daarna ook met die speler even een potje spelen. Dat is wel zo leuk, toch? Want we moeten trouwens nog veel rivals doen. Want rivals konden we niet spelen. We hebben nog 7 wedstrijden over rivals. Dus dames en heren, we gaan het gewoon kort houden. En daarna lekker spelen. Dus ik verwacht wel dat jullie ook even die pot kijken als ik ga spelen. Niet gelijk skippen. Want ja, ik moet ook YouTube-advertentie inkomsten krijgen. Dus ja, niet gelijk weggaan. Gewoon blijven kijken, jongens. We gaan gewoon klikken. Ik ga gewoon klikken. We kunnen het er lang of kort over hebben. Er kunnen zoveel goede in zitten, maar ja. Kom op, jongens. Maak me gek. Er wordt geklikt. Het is ziek. Oh! Oh, wat is dit? Niet! De reps. De reps. Oh. Oh. Dit is ziek. God, nee joh. Dit spel is zo ziek in mijn voordeel, jongens. Dit is echt niet normaal. Wauw, de laatste tijd jongens, ik weet niet wat het is. Ik heb bijna een hartaanval. Ik ben nog nooit zo enthousiast geweest in alle video's. Oh mijn god, ik ga hem vast aanklikken, want al in bezit, gewoon dubbel. Oh mijn god, ik heb gewoon 9 miljoen erbij. Hier, wissel om. Ik heb gewoon 9 miljoen erbij. Ik kan hem gewoon naar de transferlijst sturen. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. Ik weet gewoon echt niet wat ik moet zeggen meer. Oké, jongens, we hebben hier nog een packie. Het is niet normaal. Ja, we hebben hier nog dubbel. Stuur hem naar de transferlijst. Hier, hoppa, weg ermee. Die gaat gewoon weg, jongens. Onze R9. En dan hebben we gewoon straks 9 miljoen aan munten erbij. Hebben we hier nog een pakketje? Ja. Oh mijn god, ik kon niet eens met mijn woorden. Ik zat echt in mijn kop helemaal te shaken, joh. Oh. Geen eens een wolken. Oké, okay, dan wordt dit... dat heeft Elko ook nog gedaan. Nou ja, vanavond is het natuurlijk Vitesse VVV. Dit moet mijn dag worden, jongens. Ik heb vandaag ziek goed gespeeld met golven. Vanavond gaat Vitesse winnen van VVV. Dat kan niet anders. Die is een hond, jongen. Gewoon in mijn team zetten, die Elko.
Elko. Vieze VVV'er, die Elko. En dan, ja, ik weet het ook echt niet wat we hiermee kunnen doen. Deze R9 is dus untradable. Dan hebben we straks 9 miljoen munten erbij. Best dom eigenlijk. Ik heb gisteren die Lingard nog gekocht, terwijl ik hem gewoon in mijn club heb. Best wel raar. Ja, zeg het maar. Varane moet waarschijnlijk wel terug. En ja, ik heb echt geen idee wat we kunnen gaan maken. Even kijken hoe duur die is. R9, 8 punt, nog wat. Ik ga hem gewoon verkopen, jongens. Ik ga hem gewoon listen. Vieze flikker, heeft hij deze gast ook al neergezet hier. Maar, ja, what the fuck. Ja, ik ga hem listen gewoon voor 8.25. Dat is ook een beetje waar ik hem voor heb gekocht. Hier kijk, en afrond op de 9. En dan lijkt het net alsof je een nog betere deal leeft. Maar ja, ik heb hem echt één weekend weer gebruikt, jongens. Dat is wel echt toevallig. 8 miljoen hier. En dan kunnen we dus voor 8 miljoen gaan shoppen. Jezus, Mina. Echt waar, scheer me kaal. Ik weet het ook niet meer. Dat had ik eigenlijk moeten zeggen. Scheer me kaal. Ja, jongens, ik zal even één team bouwen hier op Futbun, wat ik ongeveer zal kan maken. Ah jongens, dit is bijvoorbeeld één team dat ik kan maken. Ja, ben ik 8 miljoen precies kwijt. Dat kan ik dus precies halen. Heb ik dit gewoon nog steeds als mijn voorhoede. Rooney, Mbappé, Ronaldo, Rashford. Alle vier untradable. Kurzawa untradable. Clive untradable. Kan ik Gullit halen. Dat lijkt me echt, lijkt me een hele vette kamer. Maar dat is even zo makkelijk. Heb ik Gullit en R9. Team of the Year, Van Dijk, Van de Sar. Ja, dit kan ik allemaal gewoon bouwen. Ja. Heb jij misschien een vette idee? Ik heb deze spelers, heb ik dus al. Ferdinand, Rooney, Ronaldo, Mbappé, Rashford, Eschen, Kluivert, Kuzawa. Enige die ik dan moet kopen is Gullit en Van Dijk. Oké, jongens, we hadden net team 1 gemaakt. Dat was eigenlijk een beetje een te snel gemaakt team. Ik moet heel even eerlijk zeggen, ik heb er nu even wat beter over nagedacht. Wat ik allemaal zou kunnen maken. We hebben ongeveer, als wij Tsjech verkopen, 8,2 miljoen munten. Nou, we zouden dit team kunnen maken. Dit staat 8,7, maar dat komt omdat die prijzen nu iets te hoog zijn. Die Eusebio, die is namelijk iets minder waard. Dus dit zou een team kunnen zijn die we ook kunnen bouwen. Dit is eigenlijk team 2, noem ik hem dan. Ik laat hierna nog twee teams zien. Maar dit is dan even voor het gemak team 2. Fucking ziek. Speel je met Eusebio, Prime Eusebio en R9 in de spits. Op de flanken Rashford, Mbappé, Jones, Eschen. Ja, dat spreekt voor zich. Achterin Dessa E, Ferdinand, Van de Sar. Oh nee, trouwens, hier moet eigenlijk Gomez staan, jongens. Dat was hem. Sorry. De prijzen kloppen wel. Het is Gomez die hier moet staan. Kijk, en dan komen we precies op 8,2 miljoen uit. Laat me even weten. Dit zou dan team 2 zijn. Ik had het net niet even goed. Sorry, Dessa E moest weg. Dit is team 2. Waar ik wel Dessa E voor zou kunnen gebruiken, is dat ik Dessa E achterin zet samen met Pelé. En dan gebruiken we 95 Pelé met 94 R9 in de spits. Dat zou ook heel goed kunnen. Ik vind die 91 Pelé was al fucking fijn. Maar ja, die 95, ja, Koen heeft hem gebruikt. Die zijn natuurlijk ook toen de tijd dat hij heel ziek was. Daar hebben we Dessa E achterin. We zouden eventueel hier nog voor een ander speler kunnen gaan. Maar ja, ik weet het niet. Ferdinand kan natuurlijk ook weg. Maar ja, dit is even snel wat ik bij elkaar sprok. Het moet 8,2 miljoen zijn. Dat is belangrijk hier bij PlayStation 8.2. En dan komen we eigenlijk nu bij het vierde team, jongens. Wat ik ook had gemaakt. Nu nog snel net even tijdens de video. Dit is ook een gruwelijk team. Dit was eigenlijk het eerste team wat ik eigenlijk in gedachten had. Omdat ik dacht van ja, we willen natuurlijk Rashford natuurlijk op de flank kwijt. En Mbappé hebben we untradable. Kuzawa hebben we untradable. Eschen hebben we untradable. Kluivert untradable. We hebben eigenlijk Jones dus ook nog untradable. Die SPC hebben gedaan. Ja, dit zou ook kunnen. Dit is gewoon te ziek. Ik mis wel, zeg maar, als ik Eschen en Jones op middenveld had, dat is heel goed. Maar Vieira is echt wel, ja, het is echt de eindbaas in het spel. Dus dit is, ja, ik weet niet, als ik dit zo zie, denk ik, dit is wel echt een heel erg vet team. Ik kan Fiara Jonas zetten, heeft ons maakt niet uit. Maar dit lijkt mij een heel erg vet team. Ik twijfel een beetje tussen die drie teams die ik eigenlijk net op het laatst heb gemaakt. Eigenlijk dat team met Gullit niet. Ik vind Gullit misschien iets te overpriced. Maar, ja, laat het maar even weten. Die Road to the Final kaart van Varane lijkt me sowieso dik. Winnen zij van Atalanta, ja, dat hebben ze al gedaan uit. Dus thuis lijkt me wel dat ze doorgaan. Dan wordt hij 90 weten. Dat is te ziek. Fiara is ook wel vet. Neymar samen met Ronaldo in de spits. Kun je ook nog 4-2-3-1 spelen? Ja, ik weet het niet. Dit lijkt mij bijna het beste team. En anders zou ik denk ik voor dat team of met Eusebio gaan en Gomez. Of anders dat team met Pelé. Goed, laat mij even weten. Je kan nog zoveel dingen doen. We zouden hier ook inderdaad in dat ene team wat we als eerste bouwden. Zou hier ook nog Cruyff kunnen neerzetten. Houden we zelfs nog bijna 2 miljoen munten over. 1,7 miljoen munten. En dan hebben we dit team. Is ook niet normaal. Ja. Ja, dit zouden we ook nog kunnen maken. Ja, dit kan allemaal. Dan hebben we nog 1,7 miljoen over. Maar goed, jongens. Dit zou allemaal kunnen. Ik weet het ook niet. Ik heb gewoon te veel coins over. Maak maar iets moois. Ik heb geen idee. Misschien nog gewoon een beetje geluk met Diki die rewards. Ja, dat is echt te ziek dit, jongens. Ik ga bijkomen. Ik ga lekker twee rum cola inschenken. Vitesse gaat vanavond winnen van VVV. En we zien elkaar donderdag bij de Diki die rewards. Ciao, ciao mensen. Bye bye.